Rolf Kleiber, dank voor de uitnodiging bij jou thuis. Ik ga jou interviewen in het kader van het Oral History Project van het ADNG, waarin inmiddels nu iets van 90 emeriti hoogleraren pedagogiek, onderwijskunde en vooral uit de psychologie terugblikken en hopelijk ook nog een beetje vooruitblikken op hun carrière. We gaan het straks hebben over de psychologie en met name de psychotraumatologie, waar jij hoogleraar in Utrecht bent geweest. De allereerste vraag is altijd of jij kort iets over jouw achtergrond kunt schetsen. Waar je geboren bent, milieu waar je bent grootgebracht. En dan zullen we langzaam overgaan naar jouw studententijd. Oké, dank je. Dank ook voor de uitnodiging. Graag gedaan. Ik vind het een mooi initiatief. Ik ben geboren in Indonesië. Ja? En, waar? In Banjarmasin, dat is een stad in het zuiden van Borneo. Ja. Ik heb daar geen herinnering aan, want mijn ouders zijn teruggekeerd toen ik 1 was. Ja. Maar dat is wel iets wat bepalend is geweest, want ik heb er altijd heel veel verhalen over gehoord. Mijn vader kwam uit een familie in Midden-Nederland. De Klebers, dat is eigenlijk een Loteringse naam trouwens. Ja. En die al eeuwen hier woonden. Waren notabelen in de stad Amersfoort. Maar later is hij vertrokken. En zijn vader was een leerlooier, een grote leerlooiersbedrijf hier in Amersfoort. Ja. En mijn grootmoeder kwam uit het noorden, uit Friesland. En daar kwamen de grootouders de ouders van mijn moeder ook vandaan allemaal. Dus voor het grootste deel 3/4 Noord-Nederlands. En dat waren eerder kleine luiden, zou ik willen zeggen. Mijn vader was notabele, maar uiteindelijk... Oh, wat is het verschil tussen kleine luid en notabele? Kleine luiden, kruideniers, winkeliers. En mijn overgrootvader was dat. Ja, die was hier een belangrijke notabele in de stad. Dat is al lang geleden trouwens. En mijn ouders zijn na de Tweede Wereldoorlog... die waren net getrouwd. Yeah. Jong gehuwd zijn ze naar Nederlands-Indië, yeah, later Indonesië gegaan. Yeah. En daar ben ik geboren. Met een bewuste reden zijn ze, neem ik aan, naar Nou, ik denk dat ze het ook wel deden om Nederland te ontvluchten. Oh ja? Ja, ze hadden allebei heel intens de oorlog meegemaakt. Yeah. De hongerwinter ook. Yeah. En volgens mij wilden ze toch ook wel Nederland ontvluchten. Yeah. En iets avontuurlijks doen. En in de jaren 50 zijn ze teruggekeerd naar... Nederland. Ja. En toen ben ik terechtgekomen in Nijmegen. En daar heb ik gewoond, jaar lang. En ook gestudeerd, in het begin ook gewerkt. Ja. En dat is min of meer de achtergrond. Mijn vader en moeder hadden het veel over de oorlog. Dat heeft altijd wel invloed op mij gehad. En die hadden het ook altijd heel veel over Nederlands-Indië, Indonesië, hoe het daar was. Nog speciale dingen die echt bij zijn gebleven? Wat ja, hongerverhalen. Hongerverhalen. Ja, hongerverhalen. Ze woonden in Zuid-Holland, in Gouda. Ja. En dus dat mijn grootmoeder op de fiets met houten banden het platteland op ging om kolen of aardappelen te zoeken. Ja. En mijn vader vertelde ook wel over... dat hij het laatste oorlogsjaar geloof ik niet meer buiten kwam. Omdat hij bang was om opgepakt te worden voor zijn leeftijd ook. En allemaal dat soort zaken. Dus dat heeft wel op mij invloed uitgeoefend. En Nederlands-Indië en Indonesië was vooral omdat ze daar dus heel... Ja, ze was natuurlijk zwaar net getrouwd. Dat was heel blij. En mooie romantische verhalen over Nederlands-Indië. Maar werkte ze daar ook in Nederlands-Indië? Mijn vader was ingenieur. Ja. En die bouwde weg ergens op Borneo. En die werkte daar dus. En die vertelde altijd hoe warm het was. En Borneo is heel heet, een moerasachtig gebied. Ja. En daar kreeg ik altijd verhalen over te horen. Ja. 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 En de allereerste foto's van mij zijn dus in een tropische tuin. Ja, ja, ja. Ja. Met een baboe en in een wieg. En mijn vader een wit pak ernaast. Ja, ja, ja. En lagere school ben je dus in Nijmegen gegaan? Ik ben toen naar Nijmegen gegaan en daar heb ik... op begin 30 gewoond. Ja. En, wat was je voor middelbare scholier bijvoorbeeld? Rustig. Een beetje stil denk ik eigenlijk. En niet zo heel erg op de voorgrond. Ook rustig qua tempo? Of was nee, je dan, was, nee, nee, ik vond dan wel... nou ja, misschien ook wel ja. Ik weet wel dat ik met het tweede rapport met Pasen was altijd slecht bij mij. En toen dacht ik, nou moet ik de vaart inzetten. Nou moet ik er tegenaan. En dan... Ik ben nooit blijven zitten. Toen
Dan ging het weer goed. En meer beta-achtig, meer alfa-achtig? Ik was een beta. Las je graag? Ik was een beta, geen beta heb ik. Ja? Ik was niet een hele echte beta. Ik ging om met vrienden die ontzettend goed in wiskunde waren. Ja. Mijn vader was ook iemand die ontzettend goed in wiskunde was. Die had een tiener, zonder dat hij er iets voor deed. Dat was mijn... Jaloezie. Ja, ik moest altijd voor werken. Ja. Nee, ik vond de vakken het leukst als biologie, geschiedenis, aardrijkskunde. Ja. Dus ik ben eigenlijk een gamma-mens, vind ik zelf. Ja, ja, ja. Dat zeiden wij nooit zo, maar goed. En ik had graag naar Amsterdam willen gaan om te studeren, maar mijn ouders vonden dat toen niet goed. Waarom niet? De reden was... spraken ook al iemand, die mocht van zijn vader ook al niet naar Amsterdam. Ik denk dat ze het te wild vonden, ze hadden, het argument was dat er geen geld voor was. Ja. Maar afgelopen heb ik als gedacht, dat was wel geld, maar nee, ik ben in Nijmegen blijven hangen. Ja. En eerst nog bij mijn ouders thuis, maar al vrij snel op kamers gegaan. En je ging cultuur- en godsdienstpsychologie? Ja, ik heb lang getwijfeld of ik psychologie of biologie zou doen. Ja, Want biologie leek me ook heel erg leuk. Ja, ja. Maar uiteindelijk werd het toch psychologie. En niet zozeer om te helpen. Ik ben geen psycholoog die dat is gaan studeren om mensen te helpen. Ja, ik ben geïnteresseerd hoe zitten mensen in elkaar. Ja. Hoe kan er nou dat mensen zo zijn? En wat maakt het verschil uit of je hier woont of dat je in een ander land woont of een ander continent. De belangstelling voor andere culturen heb ik altijd gehad, heel erg sterk zelfs. Uh-huh. En dat, ja, dat heeft denk ik, was denk ik ook wel een drijfveer geweest. Van, hoe zit dat nou? Maar was er niet bijvoorbeeld een bepaald boek wat je las op een middelbare school, wat jou triggerde om psychologie te gaan studeren? Of een voorlichting dacht waar jij heen ging of zo? Ik was oorspronkelijk heel erg geïnteresseerd in filosofie en ik wou filosofie studeren. Ja. Maar toen besefte ik op een gegeven moment, wat kun je daarmee worden? Filosoof. En toen dacht ik, daar moet je volgens mij toch ouder voor zijn. En dat heb ik toch gedacht, dat ga ik niet doen. En, maar ik heb altijd wel een filosofische belangstelling gehad. Ja. Nee, het is geen specifiek boek. Nee. Het is inderdaad ook de, hoe zitten mensen in elkaar? Ik weet wel dat ik boeken las over Freud. Ja. En dat vond ik toen wel heel interessant. Ja. En daar is het mee begonnen, ja. En wat was je voor student? Gewoon een reguliere student. Ik ben in mijn studententijd veel uitgegaan, dat wel. Ja. En heb laat allemaal die dingen gedaan. Dat kon ook gewoon in Nijmegen, hoefde je niet voor naar Amsterdam? Nee, dat bleek achteraf natuurlijk niet zo'n groot verschil te zijn. En ik heb het de eerste jaren het allemaal makkelijk gedaan. Ik kan goed leren, denk ik. Pas na mijn kandidaat werd ik gegrepen door dingen. Door wat bijvoorbeeld? Ik ben cultuur- en godsdienstpsychologie gaan studeren, omdat ik inderdaad zo geïnteresseerd was in mensen uit andere cultuur. Ja, ja. En ik heb toen les ook gehad van Harry Kemper, dat was een Nijmegen befaamde psycholoog. Ja. En toen dacht ik, god, dat is wel boeiend, al die pogingen van wetenschappers om omgeving en persoonlijkheid, om context en menselijk individueel gedrag te combineren. Hoe doe je dat nou? Hoe combineer je sociologie en psychologie, antropologie en psychologie? En daar raakte ik door gegrepen, weet ik wel. En dat vond ik toen heel boeiend. Ja. Godsdienstpsychologie raakt ook heel erg aan de oorsprong van de psychologie. William James was volgens mij ook, die gold, dacht ik ook, als godsdienstpsycholoog. Nou moet ik zeggen, in de godsdienstpsychologie was een klein onderdeel hoor. Dat was vooral cultuurpsychologie. Ik vond het zelf een mooi vak, omdat het dus ook heel erg keek naar de basis eigenlijk van waar wordt het gedrag nou door bepaald, wat zijn determinanten en hoe kun je individu en omgeving, individu en samenleving met elkaar combineren in je wetenschappelijke studie. Het was dus een vrij wetenschappelijke, theoretische studie. Als aparte afdeling bestaat er niet meer, dat vind ik wel jammer. Ja, waarom? Het heeft wel waarde om het te bestuderen en om daarnaar te kijken. En het is nu veel meer op de kleine groep gericht, sociale psychologie. Ja. Ook goed, hoor, maar... Ja. En cultuurpsychologie, cross-culturele psychologie, dat is eigenlijk een stukje wat daaronder valt eigenlijk, hè, waar je vooral kijkt naar verschillen en overeenkomsten tussen mensen uit verschillende culturen. Dat heeft in Nederland toch nog steeds een tamelijk marginale plaats, vind ik zelf. Je hebt het in Tilburg, je hebt het een beetje in Nijmegen.
En elders zijn er ook wel vakken, maar het is niet echt een groot thema. Ja. Wat wel jammer is. Ja. Want dan mis je toch wel iets. Nou, je mist inderdaad. Beter leren kennen van de mens, wat ook ja, in feite wel. Wat ja, de rol van de psychologie is. Ja, in feite neem je heel veel dingen aan voor vanzelfsprekend. Ja. Maar als je naar andere culturen gaat, dan zie je ineens dat het niet zo vanzelfsprekend is. Ja. Ik bedoel, de wijze waarop wij elkaar groeten, de wijze waarop wij een compliment geven, de wijze hoe wij ons gedragen, de emoties uiten, dat is heel sterk cultureel bepaald. Er zit wel een soms een hele duidelijke biologische basis onder. Ja, ja. Die culturele bepaaldheid, die leer je pas als je in een andere samenleving kijkt. Ja, ja, ja. Je hoeft naar de tv te kijken en je ziet mensen uit Engeland of Duitsland, het is alweer anders. Ja, ja. En psychologen hebben in mijn zin altijd de neiging gehad om daar veel te weinig naar te kijken. Uit onmacht misschien ook, omdat de mens toch wel dusdanig complex is dat het. Ik denk gewoon dat het gewoon überhaupt niet bij stilstaan. Als je kijkt naar experimentele psychologie, dat zijn altijd bijna altijd studenten die als proefpersoon zijn. En je kunt je afvragen. We houden elkaar wel bezig. We houden elkaar wel aan het werk. Ja. Dat is waar. Ja. Ja. Ja, dat is ook een beroemd voorbeeld van dat. Ook wel onderzoeksbevindingen. Ja. Dat het grootste deel van het psychologische onderzoek wordt gedaan bij psychologiestudenten. Ja, ja, en de psychologie zou weird zijn, hè? Ja, ja. De meeste zijn Western. Western, educated. Industrialized, rich en democratic countries. Ja, 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 ja. En ik geloof dat iets van 95% of zo, geloof ik. Ja, dat is ook een dia die ik gebruik altijd bij colleges. Ja, ja. Dan zie je dus dat inderdaad 90%, 93% geloof ik is gedaan in het Westen. En dan vooral bij studenten. Ja, ja, ja. Zijn er bepaalde docenten geweest die jou echt geïnspireerd hebben tijdens je studie? Ik vond leermeester wellicht. Of Harry Kemper was ze. Dat was een hele erudite, hele bevlogen wetenschapper die met dit soort thema's ook bezig was. Ja. Die verder niet zo heel bekend is buiten Nijmegen, maar die was daar in Nijmegen wel bekend. Die heeft mij heel duidelijk wel geïnspireerd. En op het gebied van stressonderzoek, waar ik later in terecht kwam, was het Richard Lazarus, dat is een befaamde psycholoog uit Californië. Ja, Amerikaan. Amerikaan, die heeft mij ook wel beïnvloed. Ja. Op het gebied van trauma is. Maar die heb je toen ontmoet in Amerika? Heb je in Nijmegen ontmoet? Nee, in Amerika. In Nijmegen was het. Ik net zei Harry Kemper. Ja. Ik heb ook nog college gehad van Rutte. Ooit minister geweest. Onderwijsminister, geloof ik. Ja. En hoogleraar psychologie in Nijmegen. En die was ook wel geïnspireerd omdat hij het aan tijdens het college vertelde welke boeken, romans wij moesten lezen. Hij had ook een lijstje die aan uitdeelde studenten wat je moest lezen. Weet je nog wat erop stond toevallig? Ja, Dante, Goethe, het was echt het grote werk. Ja, maar hij zei, als psycholoog moet je dat ook doen. Ja. Dat is me altijd wel bijgebleven. Dat ik heb het lijstje nooit helemaal afgekregen natuurlijk, want het waren al heel veel boeken. Die heeft mij beïnvloed. Ik had les ook van, en daar heb ik ook mee samen met Gerard van Galen, functieleerman. Van naam ken ik ook niet. Dat was ook hoogleraar uiteindelijk. Maar filosoof heb ik ook meegemaakt. Strasser was een bekende man, Struiken Boudier, dat waren ook wel mooie colleges. Nou, dat is het zo. We hebben het net al gehad over Bert Hermans, die heb ik ook wel meegemaakt. Ja, ja. Wanneer wist je dat je de wetenschap in wilde gaan? Je zei net van ik ging die studie niet studeren omdat ik mens wilde gaan. Nee, ik wou wetenschappelijk onderzoek doen. Dat wist je al? Impliciet wist ik het eigenlijk al vrij snel. Maar pas toen in mijn periode van doctoraal, toen ging het er wat beter bij stilstaan. Ik dacht, ik wilde aan de universiteit blijven. En weet je ook nog waarom? Nou, ik denk gewoon eigenlijk ook wel bij mijn aard is, ik wil dingen weten. En ik ben nieuwsgierig en ik ben inderdaad ook altijd bezig met dingen lezen. Als ik op reis ga, dan heb ik allemaal boeken bij me over het betreffende land. Het is waarschijnlijk gewoon mijn karakter om dingen te weten. En ik vond, wetenschap vind ik heel interessant. En ik vind de universiteit een, er zijn altijd bezwaren ook bij de universiteit, maar een levende organisatie. Ik kom nog steeds geregeld op de universiteit en ik vind juist het mooie ervan. Dat je daar dus een mengelmoes hebt van hele jongeren en hele ouderen. En het is allemaal door elkaar heen. En dat vind ik juist wel mooi.
Ik vind het nu ook steeds leuk om met jonge mensen dingen te doen. Dus je wist al vrij snel dat je aan de universiteit werkzaam wilde blijven. Ja. Ook kreeg je ook het besef van, want je studeerde in begin jaren 70. Ja, midden jaren 70. Midden jaren 70. Wist je al snel dat je wilde gaan promoveren ook bijvoorbeeld? Nee, dat heb ik helemaal niet besteld. In die tijd was het toch niet echt vanzelfsprekend of zo? Ik heb helemaal niet over boosters nagedacht. Het was toen in de begin jaren 80 op een groot project terechtkwam. En toen dacht ik, oh, je kunt hier ook promoveren. Nee, daar stonden we toen allemaal niet zo bij stil. Artikelen schrijven, dat was wel iets wat je beseft dat je dat moest doen. Maar het was geen enorme druk of zo. Nee, het was niet. Maar kreeg je na je afstuderen, je kreeg snel een aanstelling aan de universiteit? Nee, dat was toen weer een periode van werkloosheid. Ik heb toen een tijdje even in Nijmegen gewerkt en ik wilde eigenlijk ook wel graag naar het buitenland. En er was iemand aan de afdeling cultuurpsychologie, Paul Woestermans, die was in Amerika geweest en die heeft mij ook wel gestimuleerd. En ik wilde eigenlijk wel een keer naar Amerika. Ja. En daar ben je met een beurs heen gegaan? Een kleine beurs. En ik kreeg daar een positie. Welke universiteit was dat? Het was de Universiteit van Californië en dan de vestiging in Irvine. Dat is het zuiden van L.A. is dat. En ik heb brieven geschreven en ik had me toen... Dat ging in die tijd wel. Je had nog geen e-mail natuurlijk. Nee, had ik nog geen e-mail. Ik schreef een brief. En dan moest je 2 weken wachten. Ik heb brieven geschreven naar een aantal instituten waarvan ik dacht, dat is een mooi instituut, daar zou ik best willen werken. Ja. Dat heb ik gedaan na mijn afstuderen. Ik had toen al een tijdelijke plaats op de universiteit. Ja. En op een gegeven moment kreeg ik een brief terug uit deze universiteit die ik net noemde. Ja. En die zei, ja, als je komt kunnen we je ook een positie geven. En niet een grote positie hoor, maar gewoon lesgeven. Ik moest 2 cursussen geven. Ja. En hoe lang ben je uiteindelijk naar Amerika gegaan? Een jaar geweest. Een jaar. Klein jaar, het was het zuiden van Californië. Ja. En dat was heel mooi, vond ik zelf. Een andere beleving, want dan zit je dus in een tijd dat met name het behaviorisme denk ik nog de toon aangaf. Of, cognitieve benaderingen waren duidelijk al aan. En daar heb ik dus mensen ontmoet als Richard Lessers, die ik net noemde. De cognitieve psychologie was daar duidelijk aanwezig. En ook wel, het heette daar vaak ecologische psychologie. Dus proberen menselijk gedrag te verbinden met kenmerken van de omgeving. Ja. Daarom had ik er ook naar geschreven. Ja. Het was het zuiden van Californië. Ja. Mooi weer. Ja. Aan het strand. Ja. Aangename plek gewoon. Dus. Ja, heel aangename plek. Heel erg leuk. Wil je niet blijven daar? In heb ik wel over gehoord, want ik vond het mooi van de Verenigde Staten en vooral van Californië, dat je daar... Ja, mensen waren wat makkelijker en waren ook veel stimulerender. Ik weet wel, wij hadden... als je werkgroep in Nederland had, dan kreeg je vaak te horen van je collega's, studenten, die mochten dan ook vaak een mening geven, of een docent, wat er niet deugde. En in Californië kreeg je juist te horen, wat heb je goed gedaan? Dat viel me toen enorm op. Hoe positief, ietsje te vond ik vaak, dat is echt gerechtgraden Nederlander, maar hoe positief en stimulerend ze waren. En dat vond ik toch wel heel bevrijdend. Ik vond het een bevrijding om daar te zijn. Dat heeft wel een grote indruk op mij gemaakt. Maar ik heb wel overwogen om er te zijn, maar dan moest je eigenlijk ook gepromoveerd zijn. Maar dat was daar vanzelfsprekend of zo? Naar ja, dan moest je gewoon, anders kreeg je geen baan aan de universiteit. Heel simpel. Ik vond het ook wel een heel sterke nadruk op werken, werken, werken. Dus die mensen werd heel hard gewerkt. Ja. Ik dacht dat is in Nederland toch minder. Dat is een foute gedachte achteraf gezien. Want in Nederland wordt ook hard gewerkt. Zeker aan de universiteit. Ik miste ook wel dingen die typisch voor Europees zijn. Kroegen. Stroopwafels. Stroopwafels. Je had daar een Nederlandse winkel ook trouwens. In L.A. ergens. Nee, het is... dat was niet zo. Gewoon bruine kroeg. Bruine kroeg, dat mis je. Dat soort dingen. Ik was laatst in de Verenigde Staten vorige maand. Dat viel me ook weer op. Als ze dan een feestje hadden, die medewerkers. Dan gingen ze allemaal om 8:30 weer naar huis. Want dan moest er nog een artikel geschreven worden. Dat trok mij minder. Maar het voornaamste was eigenlijk van, het is toch wel een stap om daar te blijven. Dan moest ik gewoon. Ze hebben het ook gezegd, ga eerst maar promoveren. Ja. En dat ben je gaan doen? Je ging weer terug naar Nederland en ik heb
Ik kwam toen uiteindelijk te werken op een groot project in wat gestald was in Wageningen. Ja. Wat niet zoveel met de Landbouwuniversiteit te maken had. Ja. Hoor, maar. En dat was een voortvloeisel van de eerste onderzoeken naar de gijzelingen. We hebben in de jaren 70 de treinkapingen gehad. Ja. En daar is de Nederlandse overheid toch wel behoorlijk van geschrokken. Wat doe je nou met die mensen die erbij betrokken zijn? Moeten we die opvangen? Moeten die een psychiatrische behandeling krijgen of niet? En daar is toen onderzoek naar gedaan, vrij kort. En de uitkomst van dat onderzoek was dat er veel beter onderzoek moest gedaan worden, veel diepgaander. En ik ben op dat onderzoek terechtgekomen omdat ik in Nijmegen al studies had gedaan rondom stress. Ja. Ook gezien mijn, toen ik afgestudeerd heb ik daar een tijdje gewerkt. Ja. En ik ben toen gevraagd door professor Defaris, sociaal psycholoog. Ja. Dat was toen nog een vakgroep, sociale psychologie in Wageningen, die is opgegeven later. En dat project, het psychotrauma project, is in de jaren 80 uitgevoerd. En dat heb ik gedaan samen met een collega van mij, Danny Brom. Ja. En dat was voor het eerst dat je ging richten op trauma's? Ja, dat was de eerste keer trauma, ja. Ik had wel stressonderzoek gedaan en over stress geschreven. Ook al een boekje had ik toen gepubliceerd. Maar toen ging het over trauma's. Wanneer is iets een trauma? Wanneer is het echt heel erg stress? Wanneer is het Dan moet het echt een confrontatie zijn met machteloosheid. Echt extreme machteloosheid. En een confrontatie ook met een ontwrichting van je gedachten, je bestaan. In feite, de treinkaping is een heel mooi voorbeeld, vind ik nog steeds. Ja. Je neemt de trein van Assen naar Groningen, of van Groningen naar Assen, dat weet ik niet meer. Ja. En plotseling stormen de mensen er binnen en word jij gegijzeld gedurende 10 dagen of zo. Een aantal van de treingangers die wordt doodgeschoten. En je bent je leven niet meer veilig. En dat is echt een traumatische ervaring, in de zin van, je hebt geen greep er meer op, je bent machteloos, je kunt doodgaan, je kunt zwaar gewond raken en het verstoort eigenlijk al je ideeën die je hebt. Wij denken allemaal, mij overkomt niks, ik ben onkwetsbaar, ik heb controle op mijn bestaan en bij een traumatische ervaring is dat weg. Maar je hoort wat van gezonde stress is gezond, maar hier gaat dus echt om absoluut ongezonde, ongezonde stress die je krijgt door... Het zijn dus extreme ervaringen, het is een ramp. Ja. Ik heb later onderzoek gedaan naar de Enschedese vuurwerkramp. Ja, het hemeltje ook zag ik. Ja, dat klopt, ja. Waarin mensen niet meer weg konden komen en de mensen overleden zijn. Dat zie je gebeuren, zie de anderen gebeuren. De Bijlmermeerramp is ook een voorbeeld daarvan. Of als iemand, het hoeft niet altijd van dit soort spectaculaire dingen te zijn hoor. In de zin van dat allerlei andere mensen het zien. Ja. Maar een verkrachting, een roofoverval, een gijzeling kan ook dit soort dingen veroorzaken. Het verstoort eigenlijk heel je idee van de wereld. 9-11 is ook een prachtig voorbeeld. Ja, prachtig dus. Ik begrijp wat je bedoelt. Want oppassen met de bewoordingen. Het werken aan. Je onderzocht trauma's. Heb je mensen ook behandeld ook? Ik heb mensen niet behandeld. Wel hebben wij kortdurende preventieprojecten gedaan. Danny was degene die behandelde. En die had daar. Danny Brom was het. Met wie jij het Instituut voor Psychotrauma hebt. We hebben toen het Instituut voor Psychotrauma opgericht. En het wonderlijke was dat in die begin jaren 80 er heel weinig aandacht voor traumatische ervaringen was. Wij hadden dus een groot onderzoek, daar hebben we ook de effectiviteit van behandelingen opgezet. Uiteindelijk verschillende soorten behandelingen. Ja, wij vergeleken 3 behandelingen. Een kortdurende psychodynamische en 2 vormen van cognitieve gedragstherapie. Ja. Die vergeleken we met ook nog een controlegroep. Dat was ook het onderwerp van je proefschrift? Ja, En wij zijn toen... Heb je een duo-promotie gedaan? In Amsterdam, ja. En wij onderzochten dus een stuk of 115 mensen die een posttraumatische stressstoornis hadden opgedaan door dit soort ervaringen. Het was vaak ook wel een confrontatie met dood, daar ging het toch wel heel vaak om. Ja. En
Wij konden eigenlijk bijna geen mensen krijgen voor dat onderzoek. En dan gingen wij daar... Je hebt niet zo snel psychologie-studenten natuurlijk daarvoor. Nee, daar heb je niks aan in dit geval. Nee, het moet echt mensen zijn die... En het liefst wilden wij mensen die... daaronder geleden hadden. Wij onderzochten dan de effectiviteit van die behandelingen. Dat was heel nieuw. In feite hebben wij de eerste studie ter wereld volgens mij zelfs gedaan op dit gebied. De eerste RCT naar PTSS. RCT is randomized control trial, hè? Ik weet het. maar de kijker wellicht niet. Nee. Zo fucked up. En wij konden ze toen niet krijgen. We gingen toen naar de lokale hulpverleningsinstelling, RIAS heette die toen. En die zeiden altijd, nee, dat soort mensen zien wij niet. En dat is mij altijd wel heel erg bijgebleven, dat zo enorm is veranderd. Nu heeft elke GGZ-instelling een afdeling trauma en zijn meerdere mensen gespecialiseerd. Grappig, nee, ik bedoelde ook niet grappig dat je dat zegt, maar is er ook een enige inflatie of zo in die term... Ja. Ik las bijvoorbeeld vorige week dat studenten hebben het tegenwoordig zo zwaar. Heel veel stress en ik wil het absoluut niet bagatelliseren of zo, maar dan denk ik ook van ja, toen ik studeerde was het ook niet altijd even makkelijk of zo. Het is wel moeilijk om naar discussie te hebben, want ik denk dat het op dit moment voor studenten wel moeilijker is als ik zie. Ik ben blij dat ik niet in de coronatijd gestudeerd heb. Nee, mijn twee dochters hebben gestudeerd in coronatijd. Nou, dat is niet erg bijvoorbeeld voor je welzijn geweest. Maar de term is wel inderdaad is onderhevig aan inflatie. Ik weet dat het woord trauma werd toen niet zoveel gebruikt. En nu is het continu ziet in de krant. Dat vind ik zelf wel jammer. Want het gaat dus echt om extreme ervaringen van machteloosheid, dood, ontwrichting. Het zakken voor een examen of... Dat reken jij toch niet? Dat is geen traumatische ervaring. Het kan gewoon heel vervelend zijn. Het kan een enkele keer bij iemand wel zo zijn, maar... Het kan gewoon een hele vervelende ervaring zijn, maar om het traumatisch te noemen is het... Nee, dan heb je echt... Dan staat je leven op z'n kop. Dan heb je het over geconfronteerd worden met een ramp of met de dood van je eigen kind, dat soort zaken. Dat is toch anders. En die inflatie, dat is wel heel opvallend. Als je kijkt naar de jaren 80, toen hadden wij moeite om mensen te vinden. Want de psychiaters, de psychologen bij de toenmalige instellingen, die zeiden van, die mensen zien we helemaal niet. En die zijn er niet. En nu zijn er talloos. En nu wordt er enorm van nadruk ook op gelegd. En iets is al heel gauw traumatisch. En dat vind ik wel jammer, dat die inflatie zo van de term zo nadrukkelijk is. Heb je daar ook wel eens publiekelijk over uitgelaten? Een opiniestuk of zo? Ik heb wel eens, maar niet zoveel. Ik heb wel Jolande Withuis een keer ook dingen besproken hierover. Die heeft daar een boek ook over geschreven. En die was daar heel erg boos over, dat die term zo makkelijk werd gebruikt. Net het woord slachtoffer is tegenwoordig ook wordt veelvuldig gebruikt. Bij sport, de wereldkampioenschappen, daar zie je het woord trauma geregeld opduiken trouwens. En dat zou ik toch niet doen, eerlijk gezegd. Ik ben wel laatst geïnterviewd nog of de nederlaag van Nederland in 1974, of dat een trauma was. En of. Daar moet ik maar niet op hebben. Dat instituut, hè, wat je met Danny Bron oprichtte, Instituut voor Psychotherapie, dat was buiten de universiteit? Ja, het was buiten de universiteit. Wij werden namelijk steeds geconfronteerd met mensen die zeiden, wat moet je nou doen voor mensen die met dit soort ervaringen worden geconfronteerd? En we werden ook kregen te maken met bedrijven. We hebben mensen die een roofoverval meemaken of een postkantoor wat overvallen wordt, een bank die overvallen wordt. En dat was in de jaren 80 en 90 veelvuldig, dat is nu niet meer zo. En dan vroegen die bedrijven aan ons, wat moet je doen? En toen hebben we uiteindelijk gedacht, we gaan daar een apart instituut voor oprichten. En dat deed je naast je werk aan de universiteit? Dat combineerde je? Dat combineerden wij. En met name Danny was daar heel erg nadrukkelijk bij betrokken. Maar kwam je via dat instituut dan ook weer aan proefpersonen voor jullie onderzoek? Dat stond wel los van elkaar? Los van elkaar, dat was ook wat later. Terwijl er eigenlijk genoeg mensen toen we met het instituut was begonnen. En dat voorzag een behoefte. Wel eens gedacht om je volledig daarop te focussen? En wat gaf uiteindelijk de doorslag dat je dat niet gedaan hebt? Ik denk dat ik nog een wetenschapper ben.
Ja? Ja. Ik dacht het veel te veel. Regelwerk, management. Nee, ik miste de universiteit. Daar kwam het kort gezegd opnieuw. En het was ook moeilijk om het financieel rond te krijgen. Dat is wel gelukt hoor. Want het bestaat nog steeds en dat loopt goed. Ja. Maar je bent dan veel meer directeur en manager. Je moet zorgen dat het geld binnenkomt. Je moet contacten leggen met allerlei bedrijven. Het bestaat nog steeds, het instituut. Ja. En ze doen heel veel voor allerlei uiteenlopende bedrijven. Ja. Van spoorwegen tot openbaar vervoer. Andere openbaar vervoerbedrijven, banken. Ja, bankovervallen zijn er niet zoveel meer hoor. Had je ook ambitie om hoogleraar te worden? Niet gelijk hoor. Nee, niet gelijk. Niet in de jaren 80 stond ik. Want dan moet je toch ook voor manager, geloof ik, tegenwoordig. Dat heb ik verdrongen, mag ik maar zeggen. Daar heb ik niet zoveel over nagedacht. Nou, leg het op tafel. Nee, dat klopt. Je hebt heel veel regelwerk, dat is waar, ja. Ja. Dat is inderdaad ook klopt. Want je werd eerst hoogleraar in Ik ben eerst hoogleraar in Tilburg geworden. Dat was een bijzonder hoogleraarschap. Ja. En dat was ook via het IVP, gekoppeld aan het IVP. Ja, dat staat voor het Instituut voor Instituut voor Psychotrauma. En we hebben, dat was ook gekoppeld aan de onderzoeken die wij in de jaren 90 deden. We hebben in de jaren 90 nogal wat onderzoek gedaan op het gebied van de oorlog. De overheid wilde ook De Tweede Wereldoorlog. Meer weten over wat moeten we nou eigenlijk doen. En we hebben twee hele grote onderzoeken gedaan naar de kinderen van oorlogsgetroffenen. Dus de Joodse oorlogsgetroffenen en de Indische oorlogsgetroffenen. Omdat de vraag was ook, hebben die ook heel veel last van dit soort zaken of niet? Van de late naweeën van de oorlog. Dat is trouwens een thema nog steeds. Beschouw je jezelf ook als zo'n kind? Of nee, maar achteraf denk ik misschien dat ik toch wel iets ermee me toch wel mee verbonden voel. Maar mijn vader en moeder hadden veel over En wat je net in het begin vertelde. Ja, mijn vader vertelde veel over de oorlog en over honger. De honger, ja. Je had dan op een gegeven moment ook de derde boterham moesten we dan zonder beleg eten. De oorlog is al lang voorbij en dat soort discussies had je aan tafel vaak. En die was ook, die had dat als een hele dynamische tijd ook ervaren. Denk je dat je ouders getraumatiseerd uit de oorlog gekomen zijn? Nee, ze niet getraumatiseerd. Ik had wel een tante die in een Indisch kamp, een Jappenkamp in India zit, die was wel getraumatiseerd. Een oud-tante. Maar wij hebben toen onderzoek gedaan, we hebben ook onderzoek gedaan. Met iemand die bij mij is gepromoveerd en net hoogleraar is geworden, Trudy Mooren. Ja, ik zag de aankondiging staan. En dat is onderzoek dat we hebben gedaan bij mensen die als kind in de Indische, in de Jappenkampen in Nederlands-Indië hebben gezeten. Er zit in deze serie, schiet me nu te binnen, Gerard de Zeeuw, een andere geoloog. En die vertelde in dat interview dat hij zich gelukkig, en hij wist dat het een hele rare zin was, maar dat hij gelukkig was opgegroeid in zo'n Jappenkamp. Omdat hij had polio, hij werd niet zo lastig van, hij leerde zichzelf wiskunde, leren lezen, of leren rekenen, leren lezen. Terwijl toch, er nogal wat mensen getraumatiseerd uit hun Jappenkamp gekomen zijn. Een enorme confrontatie met geweld. Maar het verschil, de kampen verschilden nogal hoor. Er waren kampen bij die heel erg waren, Chideng bijvoorbeeld, waar mensen dus echt heel veel stierven. En er zijn ook wel kampen waar het allemaal wel iets rustiger was. En de Jappenkampen zijn weer anders dan de kampen in Europa die de Duitsers dus hadden, waar ook enorme verschillen waren. Dat hoort dat concentratiekampen. Maar in Dachau moesten mensen keihard werken en werden ook verschrikkelijke omstandigheden. Ja. Maar je had ook kampen, zoals Sobibor, waar maar één doel was, om alle mensen dood te maken. Zijn mensen ook heel, die verschillen neem ik aan, heel erg in wat voor de ene een trauma wordt, wordt dat voor de ander niet vanzelfsprekend. Hoe komt dat, denk je? Dat was wel een vraag die me altijd bezighoudt. Ik weet wel, ik heb mijn
Toen we dat psychotrauma-project deden in Wageningen, hadden wij een externe begeleidingscommissie onder leiding van Bastiaans, beroemde en beruchte psychiater. Jan Bastiaans, die met LSD-therapie aan oorlogsslachtoffers, geloof ik. Voor ons was hij de alleraardigste man en heel behulpzaam. Ja. En, maar wel een heel klassieke psychiater en ook een indrukwekkende man, ook al fysiek heel groot. Ja. En die begeleidde ons heel aardig trouwens. Ja. En, maar ik had wel discussie met hem, want ik vroeg mij dus af, heeft nou iedereen een KZ-syndroom? Dat was zijn term, het concentratiekamp-syndroom. Ja, ja. En hij ging daar eigenlijk wel van uit. Iedereen vroeg of laat krijgt zo'n stoornis. Ja. Terwijl ik denk, als je naar de literatuur kijkt en je kijkt naar hoeveel mensen er behandeld worden, dan het grootste deel komt niet bij de psychiater. Het grootste deel niet? Nee, het grootste deel niet. Bij de concentratiekamp overleden weken niet helemaal goed. Maar als je kijkt naar mensen die met schokken... Wat natuurlijk ook kan komen door een soort van schaamte of dat niet willen. Ik had vroeger een muziekleraar. Die had Dachau overleefd. Yeah. En die wou niet naar een therapeut. En die wou daar niet over praten. Yeah. Maar volgens mij had hij er wel enorm schade ondervonden. Ja. Dus dat heb je wel vaak, ja. Een concentratie kan maar ook wel heel dramatisch. Ja. Ik bedoel, Sobibor zijn bijna, is niemand. 19 Nederlanders hebben dat geloof ik overleefd. Ik weet het niet precies met het aantal, maar van de 10, een paar duizend die daar zijn gestorven. Maar dat is inderdaad een hele goede. Ja, dat was mijn vraag. Maar hoeveel mensen krijgen er nou last van? En als je kijkt naar posttraumatische stressstoornis, dan zie je dat 5 tot 15, soms 20. % van de mensen krijgt een posttraumatische stressstoornis, maar de rest krijgt dat niet. Ja. Die hebben wel last, bijvoorbeeld in Enschede hebben wij dat goed onderzocht. Ja, bij de vuurwerkramp. De vuurwerkramp, ja. Wij zijn betrokken geraakt bij de Enschedese vuurwerkramp, 2000, mei 2000. Ja. En daar is grootschalig onderzoek naar gedaan. Dat was mede ook naar aanleiding van het feit dat vlak daarvoor de Bijlmermeer-enquête was geweest. Ja. En we hebben toen mensen 2-3 weken al na afloop van de ramp, of na het einde van die ramp, kunnen bestuderen. Ja. En je zag dat ze in het begin heel veel mensen last hadden. Herbelevingen, vermijdingen, depressiviteit, angsten. Ja. Behoorlijk sterk, maar die verdwijnen binnen een aantal maanden, zou je kunnen zeggen. Een aantal weken tot maanden. Hoe onderzocht je die mensen dan? Met interviews, met vragen? Vragenlijsten en interviews, En nam je zelf die interviews ook af? We hebben een paar interviews afgenomen. Nee, het was vooral vragenlijsten. Peter van der Velden was met name degene die het uitvoerde. In Tilburg? Ja. Toevallig contact met hem voor de psycholoog. We werkten toen samen en ik was het hoofd van het onderzoek bij het IVP en hij was senior onderzoeker. Ja. En heeft met een aantal andere mensen dat uitgevoerd. Ja. En dat deel althans. Een heel groot onderzoek. Ook het RIVM heeft onderzoek gedaan. En de groep van Gerstons ook. En, maar wij vonden dus dat mensen in het begin echt veel problemen hadden. Maar daarbij een deel verdwijnt dat al vrij snel. Die kunnen weer het leven oppakken. Die hebben wel s'nachts soms wel last van. En die willen erover praten. En die zijn soms ook nog wel weer bang. Ja. En die schrikken van de enorme klappen en zo. Maar bij de meerderheid van de mensen gaat dat over. Heb je zelf ook wel eens, gedurende jouw carrière met mensen met getraumatiseerde mensen gesproken, waar jij zelf ook heel slecht van hun verhaal sliep of zo? Dat het... Ja, ik ben in Bosnië geweest in de tijd van de oorlog. Ik ben uitgezonden Artsen zonder Grenzen in midden jaren 90, 94. En toen heb ik wel met mensen gesproken die net uit een concentratiekamp waren vrijgelaten of ontsnapt, dat weet ik niet eens meer. Ja, ja. En dat is wel schokkend, dan moet je ook wel s'nachts nog bij stilstaan. Heb je een voorbeeld ervan? Hoe ik er dan last van had? Ja, nou ja, dat je echt gewoon heel erg raakt ofzo, dat het misschien moeite kost om dan de objectieve wetenschapper, hulpverlener te zijn? Of dat het, nou, dan heb je wel heel erg de neiging, of weet je dat, je bent dan heel erg echt ingesteld om te luisteren. Ja. Dus dat gaat wel, vind ik. Daar heb ik nooit zo. Nee, daar heb ik geen last van, maar je bent wel onder de indruk. Ja, maar dat is natuurlijk wel echt een iets wat mij. Toen ik hier tevoren over nadacht, moest ik weer bij stilstaan. Ja. Het wordt niet zo dat je eraan wendt. Het lijkt me geen routinewerk. Nee, het blijft dramatisch en sommige ervaringen zijn ook verschrikkelijk. En soms heb ik er wel eens last van. Ik had
Nou, 2 jaar geleden was ik, had ik ineens enorme last van. Toen zat ik daar een film te kijken over de Tweede Wereldoorlog, waar Joodse mensen in de bossen van Wit-Rusland zich schuilhielden en uiteindelijk toch allemaal doodgeschoten werden. En dat was een slechte film, maar dat doet er niet toe. Nee. Maar dat is zo dramatisch, dat kon ik het niet meer tegen. En dan raak je zeer geëmotioneerd. Dat komt dan onverwacht of zo? Ja, dat komt onverwacht, Laat ik zoiets voorspellen of hoort dat er ook gewoon bij? Dat gewoon onverwacht naar boven. Nee, het is onverwacht. Je wordt geconfronteerd met hele nare verhalen. Je ziet mensen doodgaan op de tv. En ik heb het met oorlog nog steeds, als je de beelden ziet van... Gisteren was het op tv nog thuis. Van die concentratiekampen waar dan een paar honderd lijken in zo'n kuil liggen. Ja. Doodschot. Dat vind ik nog steeds afschuwelijk. En dat kan, ik kan er al tegen, maar tegelijkertijd ook niet helemaal. Hoe wapen jij je dat? Hoe heb je gedurende je kan je daartegen gewapend, zeg maar? Ik weet niet of je daar dan zo heel bewust je tegen wapent. Volgens mij niet zelfs. Je laat het tot je doordringen en daarna gebeurt er weer iets anders en dan is je aandacht weer even weg. En dan is het ook wel weer weg. En op een gegeven moment loop je ook weg ervoor. Ik herinner me dat ik ooit in een museum, daar ben ik een paar keer geweest, Yad Vashem in Jeruzalem. Ja. Dat is het museum gewijd aan de Tweede Wereldoorlog. Enerzijds een prachtig museum en anderzijds een verschrikkelijk museum. Daar ben ik halverwege uitgelopen. Ik dacht, klaar. Ik hoef niet meer verder. Ik weet het, is afschuwelijk. Dus hoef ik even niet meer verder te zien. Dat is ook wel weer het makkelijke, want ik kan weglopen. Dat is natuurlijk wel. Maar denk je, omdat je intensief met psychotrauma bezig hebt gehouden, dat je geharder door het leven kunt gaan of zo? Nee, dat denk ik niet. Nee. Sorry, dat zit er niet in. Dat zit er niet in. Nee, waarschijnlijk kun je het sneller hanteren en je kunt het misschien wat makkelijker plaatsen, maar het blijft erg. Maar tegelijkertijd heb je ook wel als mens toch het idee, mij overkomt het niet. Ik ben een Bosnier dus geweest in Sarajevo, wat omringd werd door vijandige troepen. En wij hadden zoiets van, ons kan niks gebeuren. En dat heb je toch een beetje. En jouw taak was daar om... mensen op te leiden. Wij hadden daar, Artsen zonder Grenzen had een groot project opgezet om lokale hulpverleners te trainen. En dus niet zelf te begeleiden, maar wel lokale hulpverleners meer te laten leren. Psychologen, verpleegkundigen. Ja, verpleegkundigen, maatschappelijk werkers, artsen. Ja. En die trainden wij. En, hoe deed je dat? Ik gaf les in het begin. Ik doe dat nu ook weer in Oekraïne, of met Oekraïne, in Oekraïne. Wij gaven dan les over wat is een traumatische ervaring, wat zijn kenmerken ervan, hoe verwerken mensen dat, hoe kun je PTSS diagnosticeren, allemaal dat soort dingen. En ik zat dus aan het begin van die reeks en daarna kwamen collega's van mij en die vertelden dan over cognitieve gedragstherapie of over EMDR was het nog niet, maar zoiets dergelijks. Ik vond het zelf heel mooi, want die mensen waren allemaal enorm leergierig. Die zaten echt met schriftjes voor zich allemaal te luisteren en alles op te schrijven. En dat ging met tolken, het ging dus iets rustiger. Als ik vertelde iets in het Engels, dan werd het in Bosnisch vertaald. En die zaten in kleine hulpverleningsinstellingjes door de stad heen, een stuk of 8 van die instellingen. En daar werden dus de lokale bevolking met opgevangen. Als die daar behoefte aan toe hadden trouwens. En wij, 's middags gingen wij vaak die centra opzoeken. Of ik ben ook bij mensen thuis geweest. Ja, en, het was 94 was het en 95. En zoals doe je nu, ben je nu ook weer gestart in de Oekraïne? Oekraïne is iets soortgelijks. Ook weer via Artsen zonder Grenzen? Nee, dat is niet. Nee, je hebt inmiddels de European Society for Traumatic Stress Studies. Ja, en, die hebben ook een deelvereniging in Oekraïne. En die wilden meer weten over trauma. En in Nederland zijn wij nogal actief op dit gebied. Op psychotrauma gebied. Als je internationaal congres hebt, heb je veel Amerikanen, veel Australiërs en veel Nederlanders. En die hebben aangeboden hier verder naar te kijken en ze te helpen. En we hebben een curriculum opgezet, dus een echt onderwijsprogramma voor Oekraïnse therapeuten
op het gebied van psychotrauma en psychotraumatherapie en aanpalende terreinen. En ik geef dus les aan ze via de laptop. En kun je via de laptop iemand aanleren een psychotrauma te herkennen? Nou, je kunt wel veel vertellen over de diagnostiek. Vertellen gewoon. Ja, je vertelt. Je vertelt over waar je wel en niet op moet letten. En ook, wat ik net zei, hè, lang niet iedereen krijgt een probleem. Dat moet je ook duidelijk maken. Je moet ook niet te veel problematiseren. En je wijst op symptomen, op klachten, op verwerkingsmechanismen. Dat gaat goed. Ja, therapie is anders. Dan leg je de theorie uit. En het zijn daar therapeuten die behoorlijk goed opgeleid zijn trouwens hoor. Ik weet dat in Bosnië waren therapeuten allemaal heel klassiek Freudiaans opgeleid. Of niet. Ja. Maar in Oekraïne, het is inmiddels 25 jaar verder, is het wel heel anders. Die zijn behoorlijk goed opgeleid. Ja. En die worden dus vanuit Nederland, het is vooral vanuit Nederland uit, getraind, krijgen ze voorlichting en dan in samenwerking met Oekraïense therapeuten krijgen ze daar ter plekke ook supervisie en intervisie en al dat soort dingen. Zou je niet heel graag heen willen ook? Ik zou het best naartoe willen, maar dat lijkt me op dit moment niet zo verstandig. Nee, maar meer ook gewoon uit. Tenminste, ik kan me zo voorstellen dat juist dat mensen in dit soort situaties, juist dat mensen contact. Het zou fijn zijn als dat wel zo. Ik vond dat toen in Bosnië en Sarajevo heel fijn om direct contact te hebben en met ze te praten en ook door te krijgen waar het allemaal om gaat. Ja, dat je misschien meer kunt fine-tunen of het echt om stress gaat, gezonde stress, of dat het echt al een trauma is. Nee, dat is waar. Daar kun je van op afstand ook wel hoor. Ik vind dat je best veel kunt doen via een laptop. Je kunt mensen heel veel uitleggen ook wel. En je hebt zou je via de computer net zo goed een trauma kunnen herkennen als dat je iemand face-to-face ziet of zo? Nee, face-to-face is beter natuurlijk. Dat is beter. Maar ik heb ook naar aanleiding van die lessen die ik dan geef, die neem ik aan deze tafel op trouwens. Heb ik wel daarna van die Q&A-sessies gehad met hen. En dat is dus live, hè? Dan mogen zij vragen stellen en dan antwoorden en dan geef ik adviezen. En dat wordt vertaald, er zit een tolk tussen. Dat kan tegenwoordig allemaal heel mooi via de laptop. En dan praten ze Oekraïens en ik praat in het Engels. En dat gaat heel goed. En toen viel me wel op hoe hun eigen problemen vielen mij op, waar ze mee zaten. En dat is dan heb je daadwerkelijk echt contact met de Oekraïense therapeut. En dat is heel intens trouwens. Maar toen viel me ook wel op waar ze mee zaten en hoe je soms, niet altijd, adviezen kon geven. Zie je dan ook weer een soort verschil met Bosnië of met Tweede Wereldoorlog slachtoffers? Zie je verschillen tussen die trauma? Of zie je ook een overkoepelende factor of zo? Iets gemeenschappelijks? Ik zie overkoepelende dingen. Je ziet de boosheid en ook het voortdurend op je hoede zijn, zie je bij mensen. En mij trof bij die therapeuten dat die allemaal zijn ontzettend gedreven trouwens. Hè? Die Oekraïners zijn zo vastbesloten om hun land te verdedigen. Dat is echt, volgens mij Bosnië ook wel zo, maar in Oekraïne vind ik dat helemaal opvallend. Maar ik meen me te herinneren dat ik wel eens een keer een artikel gelezen heb dat mensen die in Jappenkampen grootgebracht zijn, dat die trauma's zich pas heel veel later manifesteren, veel latere leeftijd. Dat vind ik altijd een gevaarlijke stelling. Ik denk dat. Wij zeggen dat vaak over de Tweede Wereldoorlog, maar dat heeft heel erg te maken met sociale omstandigheden, sociaal-economische, maatschappelijke omstandigheden. Na de oorlog wilde men in Nederland er niet al te veel bij stilstaan. De Joodse getroffenen kregen pas aandacht in de jaren 60, dat was daarvoor niet zo. Indische mensen helemaal niet. Jullie zaten lekker warm daar, heb je het over. Dat kreeg je te horen. En er was weinig aandacht voor. En Nederland lag in puin. Nederland heeft behoorlijk veel geleden van alle West-Europese landen. En niet te vergelijken met wat er in Oost-Europa gebeurde hoor. En men wilde wederopbouwen. Dus er was weinig aandacht voor. En ook wel een beetje een andere mentaliteit in de jaren 50 van niet te veel over die ellende praten. En dat is ook wel een reden geweest waarom ze dus weinig aandacht ervoor hadden. Het is nu anders.
En tegelijkertijd is er ook wel een proces van, als mensen ouder worden, ja, dan ga je meer bij dingen stilstaan. Werk wordt minder belangrijk, je kinderen zijn het huis uit, je gaat met pensioen. Ja, dan sta je meer stil bij wat er toen vroeger gebeurd is. Dat is. Het wordt denk ik wel, het kan op de lange duur wel erger worden. Maar het is niet zo dat er in de tussentijd niks gebeurt. Die mensen lagen ook nog 's nachts, hadden ook nachtmerries. En werden ook beroerd van bepaalde dingen. Zo'n streepjeshemd is niet goed bijvoorbeeld, voor dat die Auschwitz iets heeft overleefd. En dus ja, nee, dus, ik vind, ik weet niet of dat nu ook nog opgaat, dat mensen pas veel later problemen krijgen. Maar de mensen hebben wel de neiging om na afloop te denken van het is voorbij, we gaan er nu verder niet meer bij stilstaan. Ik herinner mij dat we in Bosnië waren en toen was de oorlog afgelopen. Weet je wel, het akkoord en wapenstilstand. En dat die Bosnische therapeuten en psychologen onmiddellijk de vragenlijst die ging over de oorlog eruit gooiden, weet ik wel. Een standaard vragenlijstenbatterij opgebouwd. En toen heb ik uit Nederland nog gezegd, dat moet je niet doen, dat blijft nog van toepassing. Mensen hebben het idee van, nou, het is voorbij, we gaan er niet meer bij stilstaan. Heb je met EMDR ook gewerkt? Geloof je daarin? Want er worden toch wel wonderlijke resultaten mee. Dat het een beetje weg wordt gewist als het ware in trauma. Ik ben een onderzoeker, dus het bewijsmateriaal is overtuigend. Ja. Maar toch ben je een beetje. Nou ja, de verklaringswijzen zijn. En het blijft een beetje raar dat je door je vingers te volgen. Het blijft raar. Ja, je kan het eruit wissen, kan je gewoon. Ja, de theorie zou dat ook kunnen doen. Ja. Het blijft een beetje kwaad, maar het is gewoon. Het helpt. Ja, het helpt. Ja. Waarbij ik wel moet zeggen, wij vonden in ons onderzoek ook dat therapie duidelijk helpt. Maar het wil niet zeggen dat iedereen genezen is dan afgelopen. Een aantal mensen blijven klachten onderhouden en ook niet iedereen gaat vooruit. Jij werd in 2005 met je hoofdleraar in Utrecht, hè? Psychotraumatologie. Ja. En dat combineerde je ook met hoofdonderzoek van de Stichting Centrum 45. Dat werd later Stichting ARC. Ja. Je hebt het altijd gecombineerd. Ja. Academie, praktijk. Bewuste keuze geweest? Het lag aan elkaar verlengde, want bij ARC deden we bij het IVP ook was ik vooral betrokken bij het onderzoek. Ja, en bij wat preventieprojecten vroeger en advisering met name. Ja. Het lag in elkaars verlengde. Werd je voor je wetenschappelijke werk ook geïnspireerd door wat je deed voor Centrum 45? Ja. En andersom heel sterk. Kun je iets over vertellen? Nou ja, wat ik net vertelde, bijvoorbeeld dat ik naar Bosnië ben gegaan en nu Oekraïne. Dat komt met name omdat je vanuit de praktijk wordt gestimuleerd. Bosnië was Artsen zonder Grenzen, die belt de IVP op. Ja. Instituut voor Psychotrauma. En dat vind ik zelf wel heel prettig, ja. En we hebben bijvoorbeeld in de jaren 90 heel veel onderzoek gedaan naar bijvoorbeeld getroffenen van bankovervallen, van luchtverkeersleiders die met rampen geconfronteerd zouden kunnen worden. Ja. Dan word je wel door die praktijk gestimuleerd. Maakt het je wetenschappelijke vragen scherper of zo? Ja. Op een manier. En je hebt de hele duidelijke voorbeelden. En ook Enschede is ook op die manier, dat is een grootschalig onderzoek. Daar zou ik niet voor benaderd zijn als ik alleen maar werkte aan de universiteit. Dat wordt via zo'n instelling die op het kruisvlak ligt van hoe moet ik zeggen, klinische zorg, training en ook wel onderzoek, word je gestimuleerd. Ik zou ook zo gauw niet een ethisch experiment weten om psychotrauma in een laboratorium te onderzoeken trouwens. Dat wordt wel gedaan met knallen en kleine elektrische schokken. Is ja, maar hele kleine. Ja, hele kleine. En dan bij studenten overigens. Ja. Die arme studenten. Ja. En nee, dat gaat dan zo, ja. Dat is ook het probleem bij dit veld, broer. Nou ja, er zitten een aantal moeilijkheden bij traumaonderzoek. Ten eerste kun je moeilijk nadoen in een experiment. Het lijkt er wel op, maar het is niet hetzelfde. En daarnaast is het zo dat je bijna bij traumatische, als je onderzoekt naar de traumatische ervaring, heb je nooit voormetingen, want je weet niet wie het krijgt. Soms wel, dan is er al wat voorradig, maar meestal niet natuurlijk. Ik zag op de website van de Universiteit Utrecht
Flinke productie. Ruim 300 wetenschappelijke artikelen, 12 boeken, iets van 30 promovendi. Dat was mijn buik. Ik hoop niet dat, dat je dat hoort. Dat is de derde keer, geloof ik al. Als je terugblikt op echt puur op je wetenschappelijke carrière, is dan iets waar je echt met de meeste voldoening aan terugdenkt? Een bepaald artikel, een bepaald idee wat je hebt gehad, een proefschrift wat je begeleid hebt. Dus je denkt, hier was ik wetenschappelijk nou echt op mijn best of zo. Laten we kijken. Hier heb ik een belangrijke bijdrage aan het vak geleverd. Nou, als ik naar bijdrage kijk, wat ik wel erg belangrijk vond en vind, en ook leuk vond en vind nog steeds, is dat ik dus allerlei mensen heb opgeleid op dit gebied. Ik heb dus wel meer school gemaakt, als je dat zo mag zeggen. Dat wou ik vroeger ook. Het leek me zo mooi. Wat is de Kleberschool dan? Dat zijn mensen die onderzoek hebben gedaan naar traumatische ervaringen. Heel erg ook benadrukken dat lang niet iedereen last krijgt. Dat mensen in staat zijn veerkrachtig te zijn. Veerkracht is een belangrijk thema ook. Ja. Weerbaarheid, de determinanten van wie wel en wie niet krijgt. Ja. Nou, dat soort onderzoek, daar ben ik mee bezig geweest. Vooral bij oorlog en vluchtelingen en rampen, getroffenen van rampen. En dat vind ik een leuk idee. Ik heb daar een aantal mensen die ook weer hoogleraar zijn geworden. Ja. Dat vind ik dus mooi, moet ik je zeggen. Dat is iets wat mij voldoening geeft. Ja, voldoening. Ik zal even dat woord zoeken. Voldoening geven. Ja, ja. En wat ik zelf verder ook nog wel fijn vind, is ik had waarschijnlijk nog wel iets meer wat beschouwelijker willen schrijven over het vak. Ik vind al die onderzoeksartikelen leuk, iets meer op een afstand. Ik vind bij oraties was ik heel tevreden over, moet je zeggen. Omdat je wat beschouwelijker, meer op, kritischer ook zijn. En een onderzoek waar ik onlangs nog aan moest denken, dat is mijn laatste, tot nu toe, mijn laatste promovendi. Promovendi dus. Ja. Ik heb onderzoek gedaan met Manek Jelantik op Bali en toen hebben we gekeken naar... Toch weer Indonesië weer. Indonesië. Ja, ik vind het. En gekeken, hebben die mensen al last van een rouwstoornis? Hebben die mensen last van posttraumatische stressstoornis? En dat was dus de prevalentie, het voorkomen van dit soort stoornissen, was op Bali veel lager. Maar is dat ook zo scherp af te kaderen, een rouwstoornis en posttraumatische stressstoornis? Nee, dat overlapt. Dat zijn twee cirkels die elkaar overlappen. Het is niet hetzelfde, maar bij rouw gaat het om het verlies van de persoon. Ja. En is die persoon zelf van trauma. Bij trauma is het helemaal een gebeurtenis, dus dat je zelf gaat twijfelen aan, heb ik nog wel greep op het leven. Ik las ook, de rouwstoornis staat ook in de DSM. Officieel nu helemaal toegelaten sinds maart van dit jaar. En dan mag je daar dan, je mag er geloof ik 6 maanden mag je dan last van hebben, maar het duurt een jaar. Of een jaar. Ik las een kritiek van Paul Verhagen, de Vlaamse psycholoog. Van mensen zijn pas normaal als ze veel langer er wel last van hebben. Dat is een enorm thema bij rouw. Want ik bedoel, als je je kind verliest. Ja, ik heb mensen die dat hebben meegemaakt. En een jong kind verliest. Daar blijf je de rest van je leven mee worstelen. Dat lijkt mij ook. Maar mensen kunnen ook wel weer dan. Ook die mensen. Kunnen toch wel weer functioneren en hun leven opbouwen en zelf zeggen, ik ben gelukkig met wat ik heb. Door die magische factor tijd of zo, of levenservaring. Ja, ook dat je het een plaats geeft en denkt van, iemand die de Bijlmermeerramp had overleefd en haar kind was daarbij gestorven. Die zegt, ik heb toch een mooie tijd met dat kind gehad en ik heb dat is verrijkend voor mij geweest en ik ben dankbaar dat zij, of hij, ik weet niet meer. Toch een mooi leven toen heeft gehad. En die kan daar toch met rust naar kijken. Maar het is... Is dat iets wat je zelf moet uitvinden? Ja. Kunnen wij psychologen daarbij helpen? Of? Ja, je kunt wel helpen in de zin van dat je... Maar moet je er ook bescheiden in zijn of zo? Is het toch ook... Het is niet zo dat je het wegneemt. Hè? Als je het woord verwerken gebruikt, dan denken mensen van... dan is het voorbij. Maar het is niet voorbij. En de dood van je eigen kind is nooit voorbij. Want dat lijkt mij ook niet. Ik ken iemand die dat heeft meegemaakt. Je moet huilen op de dag van de sterfdag of de dag van de verjaardag. En het blijft een
litteken zeggen we dan, om dat cliché te gebruiken. Ja, ja. Ja, ja, maar je kunt verder wel weer doorgaan met leven. Ja, ja. En het is ook hoe de omgeving daarmee omgaat. Ik weet wel, op Bali, konden niet goed verklaren, wij hebben dat onvoldoende nog onderzocht trouwens, waarom zij dan minder last hadden. Het was allemaal cultureel, allemaal heel verantwoord gedaan, hè, met cross-cultureel vragenlijsten, instrumenten en zo. Is dat omdat ze heel veel rituelen hebben? Enorm veel rituelen, ceremonies rondom dood op Bali. Die helpen bij de verwerking van. Mensen worden in eerste instantie vaak begraven en later dan nog gecremeerd. Ja. En allemaal herinneringsdagen, jarenlang zelfs nog. Dus is dat het? Ja. Daarom vond ik het mooi dat het zo enorm liet zien hoe belangrijk die culturele factor was. Ja. Hoe hebben jouw ouders het gevonden dat jij zo intensief met psychotrauma bezig gehouden hebben? Hebben ze daar wel iets los over gelaten of zo, met betrekking tot hun eigen... Nee, daar hebben ze niet zoveel over. Over oorlog hebben we het wel, daar hadden we het wel vaak over. Maar dat ze nou zeggen, waarom heb je nou dat gedaan? Nee. Ja. Ze vonden mij wel een wetenschapper altijd. Misschien probeer ik een beetje te psychologiseren. Ja, dat is inderdaad. Mijn vader zei daar nooit zoveel over, maar mijn vader was een typische vader. Die niet zijn trots toonde, maar waarschijnlijk wel trots was. Ja. Ja. Mijn vader, ik promoveerde. Ja. Mijn ouders waren bijna te laat op de promotie. Ik zat helemaal in. Was pissig. En ze kwamen met mijn vader al altijd te laat. We waren gewoon blij. Toen is mijn vader de dag daarna naar de boekhandel gegaan. En heeft, terwijl hij al een exemplaar had, het boek nog een keer gekocht. En betaalde dat toen met een Giro betaalkaart. Om zijn naam al eventjes. Ja, toen zei hij, man, die boek verkocht. U heeft dezelfde naam als de het is mijn zoon. En toen zei hij tegen mijn moeder, dat vertel je niet aan Rolf, hè. En mijn moeder vertelde het natuurlijk wel. Mooi verhaal. Ja, zo gaat het met ouders. Nee, over trauma is het niet zo gehad. Ik denk, voor hen was het ook, de oorlog was het ook, dat is ook het moeilijke van oorlog. Het is tegelijk, het is heel dramatisch en erg, maar tegelijkertijd is het ook spannend. Ik weet wel, ik was in Sarajevo, ik vond het dus ook heel spannend. En had ook het gevoel, het gaat allemaal wel goed, het komt wel goed. En, je hebt extra het gevoel dat je leeft of zo ook. Je bent wel heel intens bezig. En je weet ineens ook waarom dingen zijn. Ik bedoel, dat is natuurlijk in Oekraïne ook zo. Er is een vijand en die komt er niet in. Ben je bij jezelf ook kundiger? Weet je van jezelf wanneer iets ongezonde stress is in je werk of zo? Wat bedoel je dan? Nou ja, dus dat je alerter bent bij jezelf dat een stresssituatie ongezond voor je wordt. Of misschien zelfs wel traumatisch zou kunnen gaan worden of zo. Nee, dat denk ik eigenlijk niet. Nee. Nee, het is niet zo dat ik stress beter hanteer. Nee. Daardoor, tenminste. Nee. Hoeft ook niet. Nee, ik moest eraan denken, want ik ben toch wel altijd druk. Ik ben officieel met 1 meter aan, maar ik doe nog veel dingen. Afgelopen weken dacht ik, nou, ik moet iets minder dingen doen, dacht ik bij mezelf. Dat denk je wel veel, maar is het te laat. Laatste vraag, hè. Je zit in middelbaar school, je staat voor de studiekeuze. Zou je weer psychologie kiezen of misschien toch biologie? Met de wijsheid van nu? Nee, ik denk misschien op psychologie, maar ik... Ik zou ook wel aarzelen, maar ik aarzelde toen ook trouwens. Ik heb ook wel eens gedacht, medicijnen zou ik misschien ook wel mooier gevonden hebben, omdat je dan iets completer bezig bent. Dan heb je ook het biologische, het lichaam erbij. Dat is wel veel praktischer, hè? Geneeskunde in feite. Dat is weer, dus ik zou wel weer gaan twijfelen, moet ik eerlijk zeggen. En als je ouder wordt, ga je ook meer bezighouden met geschiedenis. Ik denk, geschiedenis vind ik toch ook wel een heel mooi vak. Maar dat zou ik geloof ik toch niet gaan studeren. Ik denk dat het dan toch wel psychologie zou zijn. Of iets wat erop lijkt. Psychiatrie.
Dankjewel voor het gesprek. Fijn dat we het gesprek mochten leiden. Dankjewel.